Dag lieve kijkers, ik heb weer een nieuwe video en eentje die is aangevraagd, dus dat is wel heel leuk. Ik kreeg de vraag of ik een Get to Know Me tag ging opnemen, dus dat is wat ik vandaag ga doen. Een tag waardoor jullie mij misschien wel iets beter leren kennen, want eigenlijk denk ik dat jullie me niet zo heel goed kennen, behalve de dingen die ik vertel in mijn video's en zo. Mijn haar is echt insane vandaag. Ja, laten we beginnen. Even kijken, ik heb mijn laptop hier, dus we gaan eens even kijken. Even kijken wat er staat. Qua vragen. Ik heb gewoon een aantal vragen geselecteerd. Die ik wel leuk vond om te beantwoorden. Of tenminste, eigenlijk wel de meest standaard in de Get to Know Me tag. Maar ja, gewoon zodat jullie even weten wie ik ben. Wat is je volle naam? Mijn naam is Lamia Aufi. Ja, niks meer, niks minder. Ik heb geen andere namen of zo. Dit is gewoon mijn echte naam. Dus ja. Ik kan er niks moois van maken. Heel kort maar krachtig. Voor heel veel mensen wel heel moeilijk om te onthouden of uit te spreken. Hoe lang ben je? Ik ben 1,58 denk ik nu. Dus dat is wel... Ja, ik ben niet zo heel groot. Ik ben best wel klein. Of zo. Of nou, altijd. Als ik hakken aan kan doen, heb ik hakken aan. Waar dacht je aan toen je wakker werd? Waar dacht ik aan vanochtend? Oh ja, ik had vanochtend een afspraak. En ik dacht, shit, ik moet mijn bed uit. Heel stom. Als ik echt iets belangrijks heb om te doen, dan verslaap ik me. Awesome. Nou, eigenlijk is dat niet waar. Ik verslaap me niet altijd. Maar wel op de momenten waarop het niet moet soms. Dus dat is niet zo handig. Ik ben heel moeilijk om mijn bed uit te trekken. Ik vind echt... Vroeg opstaan vind ik niet leuk. Waar ben je op dit moment? Ja, op mijn kamer eigenlijk. Ja, je ziet het al. Het is mijn kleed van mijn bed. Tenminste, mijn plaid, om het zo te zeggen. Ja, ik zit op mijn kamer. In huis. Beschrijf jezelf kort maar krachtig. Dat vind ik wel echt een hele moeilijke. Kort maar krachtig. Wat is dit met mijn haar? Kort maar krachtig. Ik denk dat ik mezelf wel... 2000 years later. Nou, als ik mezelf eigenlijk in een woord moet beschrijven, is denk ik misindependent. Ik ben heel erg dat ik niet afhankelijk wil zijn van iemand. Ik wil het allemaal zelf kunnen regelen en alles zelf doen. En ik ben heel behulpzaam. Nou is dat niet zo heel gek als je in de zorg werkt en verpleegkundige studeert. Maar ja. Nee, ik denk dat dat wel een beetje bij mij hoort. Een guy of een girl crush? Nou, girl sowieso Beyoncé en Duitse Kroes. Die twee vrouwen, ik vind ze zo mooi. Dat is echt... Als ik iemand verliefd zou moeten worden, dan is een van hun het. Wat zou je op dit moment graag willen? Nou, ik heb eigenlijk alles nu wel. Ik ben best wel gelukkig, dus ja, ik ben blij met wat ik heb. Nou, als ik echt iets zou moeten kiezen, dan is het sushi. Ik wil altijd sushi. Dat is top. Wat is je doel in je leven? Ik denk dat het heel cliché is, maar gelukkig zijn. Ik denk dat dat wel... Nou ja, ik denk eigenlijk wel, ja, het klinkt misschien heel cliché hoor, dat gelukkig zijn, het is echt een standaard antwoord. Maar ik denk dat dat wel iets wat mijn streven is. Dat ik gewoon de doelen bereik die ik wil bereiken. En nou, mocht ik een relatie hebben, dat ik daar gewoon heel gelukkig in ben. Nou, ik denk gewoon, ja, gelukkig zijn met wat je hebt en wat je kan doen. En ja, dat je dat dan ook verdient. Ja, ik denk dat ik dat wel... Nou, als ik kijk naar mijn ouders, die zijn natuurlijk gescheiden. Hè? En ik denk dat ze nu zonder elkaar veel gelukkiger zijn dan dat ze met elkaar waren. Dus ik denk dat dat wel vooral streven is. Doen waar jij je gelukkig bij voelt. Dat is misschien denk ik wel iets wat ik zou willen in het leven. Gewoon heel gelukkig zijn en... Ja, gewoon je ding kunnen doen. En het werk kunnen doen wat je leuk vindt. Dat is voor mij denk ik wel heel belangrijk. Waar ben je bang voor? Waar ben ik bang voor? Ik ben niet echt heel erg bang voor spinnen of zo. Of voor muizen. Ja, het geeft me een kippenvel, maar niet dat ik er bang voor ben. Vaak maak ik het ook gewoon dood aan op dat moment. Dus wat dat betreft haalt dat niet zo heel veel uit. Ik denk dat ik bang ben om een opa en oma te verliezen. Of gewoon iemand die dierbaar is. Dus dan kan het ook mijn moeder zijn. Maar ik denk dat ik dat wel...
Ja, dat ik daar wel heel bang voor ben. Mijn opa en oma, dat zijn echt mijn tweede ouders. Als ik die zou verliezen, dan stort mijn wereld wel heel erg in. Weet je, ik kom wekelijks bij hun, ik bel ze heel vaak. En af en toe winkelen met mijn oma, voor mijn opa zorgen. Ik denk dat ik dat wel echt het moeilijkste zou vinden ooit. Gewoon iemand die sowieso dichtbij staat, maar als het mijn opa en oma is, dan... Ja, dan denk ik dat mijn leven toch wel heel even stilstaat, omdat ik gewoon echt dol op hun ben. Weet je, dat zijn echt mijn tweede ouders en de mensen waar ik echt zielsvol om geef. En ik hou ervan om langs hun te gaan en ik hou ervan om leuke dingen met hun te doen. En ik geniet ook van elk moment dat ze er nog zijn. Dus dat is denk ik echt mijn grootste angst. En vooral omdat het al een paar keer bijna voorbij is geweest, denk ik echt wel van wow. Dat zijn echt de twee mensen die ik niet wil verliezen eigenlijk. En ik weet wel dat het eraan zit te komen. Maar ik denk dat dat wel het ergste zal zijn als ik ergens bang voor moet zijn. Heb je je rijbewijs? Ja. En ja, ik heb ook een auto. Nagellak of lipstick? Dan zou ik kiezen voor lipstick. Nou kijk, dit is hoe mijn nagels eruit zien. Het ziet er echt... Oh, wat erg. Dat kan ik eigenlijk niet laten zien. Mijn nagels zijn echt verkrekt en kort. Maar ik mag in mijn werkveld ook geen lange nagels hebben. En ik mag geen nagellak op. Dus dan kies ik liever voor lipstick. Ik heb... Nu ook lipstick op, maar dit ziet er niet uit. Echt, waarom is het opgesmeerd? Jezus man, ik zit er partij onder de buis. Dat mijn camera nog niet onder de bus zit, joh. Oh, wat erg. Dat kan echt niet. Wat is je favoriete seizoen van het jaar? Definitely de zomer. Ja. Weet je, het begint nu winter te worden. En als ik ergens een hekel aan heb, is het al wakker worden in de kou. De kou in moeten en dan ook nog eens mijn auto moeten krabben. Al lang leven antivriesbende, maar echt, oh, ik haat kou. Ik hou gewoon van de zomer, dan is iedereen vrolijk, zomerse drankjes, chillen, terrasjes kunnen doen, festivals bezoeken. Ja, dat is wel echt mijn dingetje. Zomer, dat is echt, ja, ik kan niet zonder de zomer. Dat is echt mijn ding. Wil je ooit gaan trouwen? Ja. Ik droom daar echt als klein meisje al vanaf. Dus ja, definitely. Ik wil trouwen. Ben je een healthy freak? Ik kan nu wel echt heel enthousiast gaan doen om te zeggen dat ik echt gezond leef. Maar dat is echt bullshit. Ik denk dat als ik dat nu ga zeggen dat dat echt zo is, dat mijn vrienden me compleet uitlachen. Want die kijken sowieso mijn video's. Nee, ik ben echt... Oh, ik ben echt een vuilnisbak gewoon. Ik hou van vette dingen. Het is niet dat ik ongezond eet, maar ik denk dat ik meer ongezonde dingen eet dan gezonde dingen. En op zich kan ik het wel hebben, dus dat is altijd wel mijn excuus. Dat ik zeg, ja, maar ik ben toch niet dik. Ik kan eten wat ik wil, want het komt niet aan. Ook wel een heel slecht excuus, want je moet gewoon gezond eten. Maar ja, ik ben wel... Het is niet zo dat ik overga op de chiazaad of zo, dat zeker niet. Maar ik eet gewoon wat ik lekker vind. En op zich vind ik alles lekker, inclusief groenten. Het is niks wat ik vies vind. Dus, ja, ik eet wel gezond, maar ook gewoon niet. Een beetje beide. Wat voor kleur haar en lengte heb je? Nou, mijn haar heb ik natuurlijk pas geverfd. Dat hebben jullie wel gezien in mijn vlog. Dat is een beetje chocoladebruin met een rode gloed. En, ja, het komt tot hier. Dus dat is op zich, ja, het is nog best wel lang. En nu is het een beetje een krul, dus dat maakt ook wel weer verschil. Welk kleding of make-up item wil je op dit moment heel graag? Ik wil eigenlijk helemaal niks heel graag. Ik zou wel heel graag heel goed make-up op mijn kop kunnen smeren. Of tenminste, dat zou ik heel graag willen leren. Zoals Nikki Tutorials of zo, of Marsha van Beauty Gloss, die kunnen dat zo goed. En ik smeer maar gewoon wat op mijn gezicht. Het ziet er echt niet uit. Echt vreselijk. Dus ik zou dat wel heel graag willen kunnen. Maar qua item heb ik niks nodig. Dat, nee. Ja, als iemand ooit een MAC Store aan mijn cadeau wil doen, is dat top. Maar, nee. Dat, bedankt. Heb je tattoos of piercings? Nee. Ik zou heel graag nog een derde gaatje willen. Maar al dat durf ik al niet te zetten. Dus voor de rest, dat laat ik achterwege. Ik vind tattoos en piercings wel mooi. Maar, dan precies van, ja, straks ben je 80. En dan... Dus ja, kijk, als je echt een hele mooie tattoo hebt met een betekenis, dan snap ik het ook. Maar ik zou niet zomaar wat op mijn lichaam laten koken, echt niet. Draag je een bril? Ja, ik heb er eentje voor tijdens het autorijden.
ik kwam er tijdens het lessen achter dat ik voor een iets verdere afstand wel beter een bril kon dragen. Dus het valt ook wel mee. Ik heb min 0,75. Dus wat dat betreft, hè, het valt echt mee. Maar ik draag wel een bril. En soms is het ook wat chill, want soms heb ik hoofdpijn. Dus kan ik hem opzetten, is het ook weer over. Wat is jouw perfecte pizza? Pizza shawarma. Vind ik echt heel lekker. Wat is je favoriete eten en drinken? Ik heb niet echt een favoriet. Ik vind alles lekker. Maar als ik al gauw niet weet wat ik ga eten, of als ik uit eten ga, dan is het sushi. Wat is je favoriete parfum? Alien. Wat is het laatste wat je kocht? Toevallig vandaag iets van lingerie. En ruitenvloeistof. Dat heb ik verder gekocht. Panties heb ik gekocht. Want die gaan altijd stuk bij mij. Dat heb ik verder gekocht. Ben je geordend of rommelig? Heel verschillend. Mijn kamer is 9 van 10 keer wel geordend. Maar dat komt ook dat als ik huiswerk moet maken, dat ik eerst mijn kamer ga opruimen. Dus dat zit wel goed. Om mijn huiswerk gewoon uit te stellen. Qua school is het heel wisselend. Soms heb ik het helemaal goed in mijn hoofd. Dan weet ik wat ik moet doen en heb ik het goed gepland. En soms ook niet. En op mijn werk ben ik ook altijd wel geordend. Ik weet echt wel hoe en wat. En ik plan dat altijd heel mooi in. En ja, alleen qua school ben ik een beetje rommelig en laks. Wat verwacht je in 10 jaar bereikt te hebben? Een eigen huis. Nou, eigenlijk gewoon huisje, boompje, beetje. Ik ben nu 19, dus laten we 20 rekenen. In april word ik 20. Dus dan ben ik 30. Nou, dan hoop ik echt wel dat ik een huisje, boompje, beetje heb. En een beetje carrière natuurlijk. Dat ik ben afgestudeerd. En dat ik verpleegkundige ben. Maar wel al een kind heb. Ik wil wel vroeg kinderen. Ik zou het niet leuk vinden als ik pas na mijn 30ste kinderen krijg. Het is natuurlijk wel tof om dan je carrière op orde te hebben. Maar ik denk ook wel dat je een carrière kan combineren met kinderen. Dus ja, ik wil wel carrière gemaakt hebben, maar ik wil ook wel. En de laatste vraag alweer. Waar werk je? Nu gaat het komen. Ik heb 3 verschillende bijbanen. Misschien een beetje veel, als je ook nog een hbo-studie volgt. Oh, die heb ik helemaal niet beantwoord. Die staat er ook bij. Dan beginnen we daarmee. Wat studeer je? Ik ben net afgestudeerd van mbo-opleiding. Ik heb medewerker, maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen gedaan. En ik studeer nu HBO, V, dus verpleegkundige in opleiding. Zit in het eerste jaar en aan de hogeschool Leiden. En dan de laatste vraag, waar werk je? Ik werk in de horeca. Ik werk met verstandelijk beperkte en ik werk in de psychiatrie. Dus, en ik ben net klaar bij ouderenzorg, dus dat is een beetje wat ik doe. Ik ga niet specifiek op in waar ik werk, omdat dat vind ik gewoon een beetje privacy. Maar 3 verschillende bijbanen. Goed, ik hoop dat jullie me nu een stuk beter kennen. Als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie altijd hieronder posten. En dan kan ik daar altijd nog op reageren. Hier rechts onderin kan je abonneren en bekijk mijn andere 2 video's. En dan hoop ik dat ik jullie weer heel snel zie. Doei doei!